wel dat ik nog een klein nieuwtje voor je heb. Ik heb onlangs een heel lang gesprek met Dick Advocaat gehad. En er wordt nogal gespeculeerd over zijn toekomst. Dick wil daar eigenlijk weinig over zeggen. PSV wil hem graag houden, want hij valt helemaal in het pulletje daar. Ze zijn er erg tevreden over, zowel de leiding als de spelers. Ik heb toch de indruk dat Dick niet bij PSV blijft, ook als hij niet kampioen wordt. Hij is plotseling niet meer geïnteresseerd in een Engelse club. En wat ik bij hem proefde, is dat hij nog één keer na PSV bondscoach ergens wordt. Maar hij wil absoluut niet zeggen waar. Maar dat is jouw gevoel, dat zei hij stiekem in die suite, de Dick Advocaat suite, heeft in hij dat onthuld. In de Dick Advocaat suite werd hij plotseling heel openhartig. Ja. Ja, emotioneel ook en zo? Nee, niet emotioneel, openhartig. Ja. En wat ook wel leuk is, ik sprak wat mensen die heel dicht op Barnet zitten. De kleine piepkleine club in Londen waar Edgar Davids aan de touwtjes trekt. Ja. Maar die spelers zijn volledig op hem afgeknapt al. Want het is gebruikelijk in Engeland, de manager, die wordt aangesproken daar met Bos. Ja. Maar in Spanje, dan zeggen ze tegen de trainer of de manager mister. Kijk, als je vroeger weer Barcelona was met Cruijff en Van Gaal, dan zeiden de spelers mister. Dat is gebruikelijk daar. En hij speelt ook mee. Dat is natuurlijk heel dom in dat boerenkoolvoetbal in die lagere divisies. Hij speelt mee, maar hij wil dat ze hem aanspreken, niet als Bos, maar als mister op de training. Maar hij eist dat ook in de wedstrijd. Dus wanneer hij de bal heeft en een andere speler staat vrij, dan mag hij niet Edgar roepen. Want dan krijgt hij op zijn sodemieter en een boete. En dan moet hij keurig roepen, mister. Nou ja, dan ben je helemaal van het pad. Dan snap je er helemaal geen hol meer van natuurlijk. Hè? De verhoudingen daar zijn helemaal zoek. En de spelers die nemen hem helemaal niet serieus. Die zeggen, die man is gek. Ja, ja, natuurlijk is die gek. Maar nou zeg je, nou hoor ik... Nee, maar nou... Ja, die is de weg kwijt. Maar, nee, maar nou hoor ik jou elke keer zeggen over die dik advocaat suite. Maar die bestaat echt. Ja, die bestaat echt. Ja. Dat is het penthouse in Huis ter Duin. Daar hangen foto's van Dick Advocaat. Ja, ja, dan kom je binnen en dan hangt er een prachtig koperen bord Dick Advocaat suite. Dan ga je naar binnen en dan hangt er aan de rechterkant aan de muur een mooie plaquette met zijn hoofd. En dan de hele kamer is ingericht. Dat is echt een soort appartement met een slaapkamer, studeerkamer. Nee. Met allemaal foto's met Sean Connery. Ja, maar dan ga je daar lekker met je vrouw heen, je laat ze wat lekkers aantrekken en dan zit je de hele avond tegen dat kale bolletje van Dick Advocaat te kijken. Ja, ja. Word jij maar geil? Nee. Nee, nee, ja, als je... Of kan je de lakens overheen gooien? Nee, als je daar een klein wipje maakt met wie dan ook, ja, dan moet je er wel mee leven dat van... Dickie meekijkt. Van 20 kanten kijkt Dick Advocaat toe. Daar zou ik niet vrolijk van. Nee, maar hoezo dan? Nou, dat is een soort eerbetoon aan Dick Advocaat. Advocaat. En daartegenover is de Bert van Marwijk suite. En PSV ook foto's van Bert? Ja. Jezus. Eén foto. Nee. En ja. PSV logeerde in dat hotel. En toen heeft de directeur, die heeft Dick ingedeeld op zijn eigen suite. Ja, want Dick had daar zelf nog nooit gezeten. Hoor. Die kwam er ook voor maar, de eerst. Maar dat is toch wel... Nee, maar voor Dick lijkt het me wel. Dick krijgt er wel een harde plassen van. Maar luister. Als hij de hele avond naar zichzelf zit te kijken. Ja, maar luister nou. Ja, ze gaan toch bloedserieus aan jou dan vragen of ze... Of je dat wil. Ja. En dan zeg je ja. Ja. Dat is toch ook niet normaal? Nee, natuurlijk niet. Nou, nee. Nee, ja, kom op. Nee, dat is niet normaal. Ik kan me wel indenken. Kijk, Dick is een eenvoudige jongen uit een Volkswijk rond de stadion. En die zou wel een suitertje willen hebben, bedoel je? En Dick is dan trots dat hem dat te beurt valt. Ja, kijk, die man heeft natuurlijk als voetbaltrainer fantastisch gedaan. En dit is een soort eerbetoon aan Dick. Johan. Het is ook raar om maar tegen zo'n... bescheiden. Jawel, maar om tegen zo'n hoteldirecteur te zeggen... nee, dat wil ik niet. Nou, waarom niet? Ik bedoel, je neemt allemaal serieus. Ja, maar ik vind dat makkelijk lullen. Ik weet zeker, als die mensen jou bellen... we hebben hier de Wilfred Genee-suite. Nee, je moet de hele familie uitdrukken om te openen. Ik snap nog dat kinderen in de Bastien-Adriaan-suite willen slapen. Maar een volwassene gaat toch niet in de Dick Advocaat-suite slapen? Nou, het is, denk ik, de duurste penthouse van het hele hotel. Moet je nagaan, ik denk, zou je vermogen betalen. Zeg, ja, maar het is natuurlijk... Dat ik net klaarkom en dat ik dan dat bolletje van die dikkie zeg... Gadverdamme, nee! Dat moet jij eraan denken. Nee, ik bedoel... Johan Derksen urinoir hebben ze daar beneden. Maar verder is het er ook niks. Maar en de Rick Veldhof suite is er ook nog trouwens. Die zit ernaast. Ja, die zit en dan krijg je een strooie hoed op de hele avond, zeker? Nou ja, rot toch op, man. Wat is dat voor een gek hotel? Waar is dat? Is dat Huis ter Duin? In Noordwijk, ja. Ah, die en ik denk dat Van Gaal behoorlijk pissig is intussen. Want er is nog geen
wijnlobby van Gaalsuiten. Nee, maar die heeft Louis zelf thuis. Ja. Die heeft Louis zelf thuis. Die heeft zelf overal bordjes neergehangen. Die heeft overal van die bronzen koppen van zichzelf neergezet. Ja. Ja. Dat en dat hij overal in een lederhoze de meute toespreekt in die foto's. Wat dat interview. Dat interview.